Door het vuur moeten. Wee! Nee, ja, nee! Oh my god, waarom gooit ze koekjes op ons? Ik kan echt niet pvp'en. Jawel, baby, je kan dit. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Kerst Survival met mijn schattige lieve meisje erbij. Hallo! Hallo! Hallo, meisje. Ik heb een kerstmuts op. Jij hebt een kerstmuts op, is dat je Iron Helm? Ja. Jij moet ook een kerstmuts op. Wacht, ik kom er even bij. Het budget van deze serie was niet toereikend genoeg voor mij om ook nog een kerstmuts te kopen. Dus vandaar excuses dat ik geen kerstmuts op heb. Maar, oh nee, er komt iemand binnen. Oh nee, niet de kerstmuts. Kom. Ik hou toch helemaal niet van kerst. Er zit een pluisje in. Zo. Dat is mijn hoofd. Oh jongens, wij zijn er helemaal klaar voor vandaag. Want wij gaan naar de professor toe. Heb je er zin in, babe? Ja, babe, horen jullie gewoon via de andere kant. En we gaan meteen iemand vandaag op de muur zetten. Want Maïsje heeft de muur nog niet gezien. Wat vind jij van deze muur, babe? Ik ga even kijken, wacht. Ik moet er even lekker gaan zitten, jongens. Even lekker zitten, hoor. Oh ja, dat is ook voor de mensen die... Ik zag in de comments heel veel mensen die vroegen van... Ja, jullie wonen toch samen? Waarom zitten jullie niet in één kamer? Ja, maar we zitten dus wel... op schoot? Jeez, hou je wel van me of zo? Oh, wat schatje. Maar we zitten dus in hetzelfde huis, maar in onze eigen kamers. Ja, andere kamers. Want anders hoor je een echo van de ene kamer naar de andere kamer. En dat is niet zo handig. Nee, dus dan moet je wel apart zitten. Yes. Ik moet verplicht bij jou vandaan. Oh, heerlijk. Ik vind het heerlijk, jongens. Even mijn dagje rust, zeg maar. Nee. Grapje. Maar hier hebben wij onze prachtige viewer hoofdenmuur. En ik ga iemand toevoegen. Oeh. Ik heb namelijk een comment gevonden en die ga ik nu even voorlezen. En die is van Sarah. En Sarah zegt, Dodo, je bent geniaal vanwege deze survival. Ga zo door. Je bent echt super tof. Je maakt super leuke video. Ook gezellig dat Maïsje erbij is. Dankjewel voor deze leuke video's. En mijn Minecraft naam is Hello Sarah 03. Even wat lief. Ja, super aardig comment. Super aardige comment. Dankjewel, Sarah. Ook leuke profielfoto. Waar ken ik die jongen nou van? Is dat niet die een... Oh, heeft ze jou als profielfoto? Nee, dat helaas niet. Oh. Het is die jongen die ik altijd inmaak met golf. Enzo. Oh, jeetje. Nee, oké, hij maakt mij altijd in. Hey, jongens, geen grapjes maken daarover. Is hij goed? Ja, hij is wel goed in golf. Dan moet ik hem nageven. Kijk. Ik ga even... Oh, nou, dat heeft mooi gemaakt. Een bloempot. Hallo, Sarah 03. Hupsakee, Sarah. Ik heb jouw hoofd. Dat klinkt raar. En ik doe hem hier. Kijk nou! Ah, leuk! Ze passen mooi bij elkaar qua kleuren. En ook voor jou heb ik nog iets vandaag, babe. Voor mij? Ja, natuurlijk. Moet je eens kijken. Moet je even wachten. Pak even wat spullen. Ik zet even wat dingen weg die we niet nodig hebben. Niet erin kijken. Hey, wat ben je aan het doen, jongen? Ik wist het niet. Zeg, niet in de kist kijken. Wat doet Maïsja? Oh, je bent zo stout. Zo stout. Nou, die golden apple, die hou ik zelf zo. Oh. Kijk eens wat ik voor je heb. Ik heb een diamond zwaardje. Oeh. Ik heb diamantenbroek. Zo. Ik heb 17 broden. Wow. En ik heb een gouden appelske. Thank you. Uit België. Dan is het een appelske. Anders is het een... Ja, anders is het een appel. Oh. Appel. Zo. Hey, ik heb hier ook nog wat, hoppatee. Een rode loper door ons huis naar het bed toe. Doe maar. Dat is wel een beetje raar. Hoezo is dat raar? Ik weet niet. Ik vind het hartstikke normaal. Ja, is dat normaal? Naar het bed. Zo. En oranje. Wat? Hey, jongens, wij hebben een hele drukke agenda voor de boeg. Want we gaan dus nu naar de professor toe. Het is weliswaar avond. Mm-hmm. Ik heb zoiets van, YOLO, we gaan gewoon, toch? Ja, zullen we het gewoon doen? Yes, ik doe nog even mijn broekje terug. Ik weet niet hoe sterk alles en iedereen gaat zijn. Ik heb geen idee. Ik heb het gevoel dat wij die professor moeten gaan verslaan. Oké. Nou, dus dan gaan we dat gewoon doen. Oké, dus dan moeten we... Ja, de spullen meenemen die ik je net heb gegeven eigenlijk. Maar ook nog iets van de hout of zo, zodat we eventueel nog iets kunnen bouwen als we ergens bij moeten komen of zo? Ik weet niet. Nou, ik neem gewoon wat mee en dan gaan we... Ja, wacht, ik laat Obsidian maar even hier. Ja. Zo. Oh, en trouwens jongens, wil jij ook op de muur komen? Laat even jouw username achter en smash dan dat duimpje omhoog. En dan kiezen we iemand uit die het duimpje omhoog heeft gesmashed en heeft gecomment. Gaan wij op de paardjes?
Let's go. Oh ja, die moeten we nog een naam geven. Die moeten we nog een naam geven. Heb jij... Ik heb gelezen in de comments. Ja. Oh, ik ben vergeten wie het heeft gezegd. Maar het was een hele hoge upvote. Ja. Mijn paardje heet Brownie. Brownie! Omdat die bruin is? Omdat die bruin is. En jij houdt van brownies? Ik hou zeker van brownies. Brownies zijn fantastisch, dames en heren. En die van jou... Ja, ik zag twee leuke namen. Frosty was een leuke. Ja. Maar ik vond Snowy ook een leuke. Wat vind jij het leukst? Ik denk dat ik een poll ga maken, jongens. Dan moeten jullie rechtsboven in het scherm moeten jullie op de poll gaan klikken. Oké. En dan gaan we met z'n allen stemmen. En degene die de meeste stemmen heeft, die wint. Dus is het Frosty of wat zei je? Snowy? Ja. Frosty of Snowy. En dan is die van mij Brownie. Ja, die van jou is sowieso Brownie. Ja. Alright, goed plan. Laten wij naar het ding toe gaan. Oh nee, het zijn zoveel beesten. Dit wordt helemaal niets, liefie. Waar moesten we ook alweer heen? Naar het zuidwesten? Oh nee, daar was de mijn. Dat is een hele goede vraag. Ik heb een boek daarvan, toch? Ik ga even een boekje erbij pakken. Ja. Oh man. Oh nee, gekke zombie. Ga weg. Ga weg. Ik zie hem niet. Oh, daar is hij. Nee. Nee. Oh, oké. Okay, hij is neer. Gelukkig. Ik ga kijken. Ik had een boek. Is dit het goede boek? En hier heb ik ook nog een boek. Even kijken welke van de twee boeken het is. Goed gedaan, vreemdelingen. Met de wapens zit het nu goed. Oh ja. Als jullie helemaal klaar zijn, kunnen jullie naar het noordwesten gaan. Totdat jullie een waterval vinden. Oeh. Achter de waterval zit het laboratorium. Ha. Veel succes, vrouw vreemdeling. En man. Let's go. Dus we moeten vanaf de mijn naar het noordwesten. Dus laten we dan gewoon eerst überhaupt naar de mijn gaan. Ja, want die was in het zuidwesten. Denk ik. Dus dan zou eigenlijk noord en zuid zou elkaar opheffen. Dus dan zouden we naar het westen moeten gaan. Jouw wiskunde. Zullen we dat gewoon proberen? Kijken of mijn wiskunde correct is. Ja, is goed. Oh, maar als we verdwaald raken... Dan krijg ik een onvoldoende voor wiskunde. Ja. En dan ga ik niet over naar het volgende Minecraft-jaar. Oh, dat zou echt zo sneu zijn. Oh, nee. Oh, een heks. Een heks. Oh, nee, daar hou ik niet van. Die gooit altijd van die lelijke dingen. Hey, stinkheks. Weg, weet jij. Wee. Oké, let's do it. Tara, tala, tala, tata, tata. Oké, let's go. Let's go. Heb je al een ijsbeer gezien in de vorige aflevering? Nee, eigenlijk niet. Nee, ik ben... Oh, hier is het westen. Oké, we gaan dus gewoon rechtdoor, denk ik. Uh-oh. Ja, gaan we gewoon rechtdoor? Ja, dat is het westen. Hier rechts is een waterval. Oh ja. Toch? Ja, inderdaad. Tussen de stenen. Het is wel een kleintje. Ik weet niet, moest het een grote zijn? I don't know. Staat niet in het boek. Dit is een waterval. Oké, laten we kijken. Maar het is wel meer richting het noorden. Nee, dit is... Ja, ik weet niet hoe klein het laboratorium is, maar... Hier past hij niet in, denk ik. Oké. Dus ik denk dat we toch verder naar het westen moeten. Oh, de zon komt weer op. We zijn zo lang op pad geweest. Jee. Dat het zon daar weer op komt. We zijn één dagje in België geweest, jongens. En hij heeft meteen een Belgisch accent. Amai, dat is niet waar. Dat is niet waar. Amai. Ik ben zeer content met uw accent. Amai vind ik zo'n mooi woord, hè. Amai. Daar hou ik echt van. Dat is mooi. Allee. Allee, amai, allee. Allee, amai, allee. Is dat een nummer van? Dat werd wel echt veel gezegd bij mij op het werk. Wat? Amai. Allee. Oh, allee. Ja, amai niet echt. Dat viel mee. Gaan we wel de goede kant op? Ja, we moeten gewoon... Tenminste, ja. Of we zijn er langs. Of we moeten rechtdoor. Maar dit is het westen. Dat is het zuiden, dat is het noorden. Ik ben bang dat we... Oh! Oh jeetje. It's a waterfall. Oké, dit is een waterval. Dit is een waterval. En we moesten er achter zijn? Ik zal achter in de waterval zelf? Of als je naar het noordwesten gaat, tenzij je freaking goed bent in wiskunde en gewoon achterkomt dat het westen is... zien jullie waterval? Achter de waterval zit het laboratorium. Oké, dus niet erin. Nou, ja, hij zit erachter. Ik denk er... Oké, ik zie al iemand staan. Shit. Zie je iemand staan? Waar ben je? Ik ben hier voor de waterval. Ik zie jou niet.
Oh, daar ben je. Oh, je zit... Maar je ziet iemand staan. Ja. Ga hallo zeggen. Kom. Hallo? Dit moet vast goed gaan. Dit moet toch gewoon een vriendelijke man zijn. Ja, moeten we al meteen ons zwaard erbij pakken? Ja, Oh jee, hebben we wel een plek voor onze paardjes? Oh nee. Die lopen weg. Snowy of Frosty, hier blijven, oké? Okay? Laat ze gewoon zo die hier staan. Ik kan wel wat dingetjes maken. Moeten we dat doen? Ik weet het niet. Ik denk het wel, anders dan zijn we ze kwijt. We kunnen ook gewoon een gat maken, weet je wat? Zullen we gewoon een gat maken? Een gat? Ja, dan gooien we ze in dat gat. Alsof het niks is. Ja. Ik heb hier fences. Ze gaan allebei naar beneden. Oh nee. Hier, gooi ze gewoon daarin. Moeten we ze er dan induwen? Hier, waarom gaan jullie ook naar beneden bij de waterval? Oh, nee. Zijn jullie helemaal betoeterd? Oh jee. Waarom hebben wij zulke domme paard, babe? Ja. Nee. Oh shit, hoe kom ik er zelf nu uit? Even kijken. Oh man, hier heb ik niet aan gedacht. Kom, Brownie. Ja, ik heb fences. Oké, gooi hem erin. Snel omhoog. Zo. Los omhoog. Oh. Ja. Oh. Yay. Nou, doei. Arme zal ik er een worteltje in gooien? Hier, voor jullie. Gooi een bak lava erin. No! Kom, ja, ik had over bak lava, waar... Turkse gerechten. Zo slecht. Okay. Er staat iemand! Ja. Er staat er iemand, babe. Wie is kom, dat? Ga erheen. Ik durf niet. Ah, je doet me in het water! Au. Waarom doe je me in het water? Sorry, dat is niet de bedoeling. Maar hoe komen we daar dan als het water pijn doet? Dat is een uitstekende vraag. Moeten we even een bruggetje bouwen of zo? Kunnen we het blokkeren? Ja, misschien daarboven. Oh nee, nee! Oh my god, dit was het beste idee van Nederland. Liefie toch? Ik denk inderdaad dat we het hierboven gewoon moeten blokkeren. Maar hoe? Ja, of zullen we er gewoon doorheen? Dat kan nee, wel, toch? Ik heb hier één ding geblokkeerd, toch? Oké. Okay. Ja, nu is het erger geworden dan dat het eerst was. Dus beter halen we dit weg. Laten we er doorheen gaan? Laten we gewoon kijken of we heel snel doorheen kunnen. Oké. Okay. Hoe heb je dit vernacheld? je duwt me er weer in, Bert! Waarom duw je me erin? Het is gewoon echt kapot. Heb ik het echt kapot gemaakt? Ja, nou ja, we moeten maar gaan zwemmen. Ik hoop dat dit lukt om bij die... En wat nou als hij niet vriendelijk is? Au. Maar hij doet niks. Oeh, hallo meneer. Hallo. Oh. Ho. Waar denken jullie heen te gaan? Dit terrein is alleen toegankelijk als je een pasje voor het lab hebt. Zonder pas, geen toegang. Je hebt geen pasje. Dat is jammer voor je. Ik kan je geen pasje geven. Ik sta hier alleen om jullie tegen te houden. Om het verhaal interessanter te maken. Weet je wat? Misschien om het nog wat interessanter te maken... kan ik jullie vast per ongeluk vertellen... dat de vrouw van professor Gekkio ook een pasje heeft. En die toevallig ten zuiden van het lab woont. Ik heb niets gezegd. Knipoog. Oké, ten zuiden van het lab. Dus deze gast staat hier alleen om het verhaal interessanter te maken? Wat is dit nou, jongen? Maar kijk naar binnen. Oh, dat ziet er wel interessant uit. Dat ziet er wel interessant uit. Wat is dit allemaal? Ik heb die blokken nog nooit gezien. Volgens mij zijn dat die 1.12 of 1.11 kwamen die uit. Dat zijn van die kleiblokken die dan... Wat cool. Er wordt iets mee gedaan. Oké, we moeten naar het zuiden, naar de vrouw van professor Gekkio. De vrouw van de professor Gekkio. Weet je wat? Misschien nog eens... Ja, vertel dat de vrouw van professor Gekkio heeft een pasje. Dus ik denk dat we haar pasje moeten gebruiken voor de... Om binnen te komen. Oh. Auw. Moeten we naar de... met de paardjes? Ik denk het. Wel, hè? Ik pak de crafting table mee. Oh man. Kom, paardje. We gaan naar... Kom, Frosty of Snowy. Een van de twee. Woo! Let's go. Naar het Zuida. En waar is het zuiden? We hebben daar het noorden, we hebben daar het westen. En daar is het zuiden. Wat zullen we doen? Door de bos heen? Ik denk dat we er beter omheen kunnen lopen. Want we kunnen niet met deze door het water, sowieso. Oké, ja, laten we dat maar doen. We gaan ze sowieso ga jij voor? Ik ga voor! Ik voor.
Oké, op naar het zuiden. Maar wat gaan we doen als we die vrouw tegenkomen, babe? Hebben we niet een slaappotion of zo? Een slaappotion? Ja, dat zou wel cool zijn, dat je die gewoon over erheen gooit. Als ze slaapt, dan pakken we haar pasje. Aha! Ja, dat zou op zich wel een goeie zijn. Oh! Oh, wat is dit? Ik denk dat dit het huis is, jongens. Ik denk dat dit het huis is van de vrouw van de professor. Oh, ze hebben wel echt een heel mooie... Oh, ze staat in een fik? Ja, dat is een mooi huis. Jammer dat het afbrandt. Wat gebeurt hier? Ik weet niet. Ik denk dat we door het vuur heen moeten. Echt? Ja. Kunnen we hier niet gewoon om wat hout hakken? Ik denk dat het wel kan. Maar volgens mij zijn die mannen het interessanter te maken in het verhaal. Dat we door het vuur moeten. Wee! Nee, ja, nee! Oh, nee, mijn paardje. Oh, is hij dood? Oh, nee, oh, nee. Is hij dood? Doen? Nee, bijna. Oh, nee, hij leeft nog. Wow, dat was even chaos. Ja, ik dacht, we maken een bucket en we vullen die met water. Maar hey, we kunnen er ook gewoon doorheen. Oh, je kan het uitslaan. Oh, je bent zo drol. Nou, alright, we zijn er... Oh, shit, mijn paard staat ook in de hands. Ah! Oh, nee. Ah! Paard. Kom, je moet het uitslaan of zo. Oh, dan ga je... Ja, nee, dan gaat je paard dood. Oh, shit. Oké, hij is Gucci, hij is Gucci. Is hij Gucci? Ja, hij is Gucci. Oh, misschien moeten we hem Gucci noemen. Gucci en Brownie. Oh, wat shit, nog een keer. Oh, nee. Ja. Oké, laten we het uitspreken. Ah, met billetjes. Oh, nee, spring in het water. Oh, nee, dat kan ook niet. Oh, man, jij bent echt gevaarlijk. Maar hier, is dit het huis? Wat staat er boven? Sterrenwacht. Is zij een sterrenwacht of zo? Dat is raar. Waar wacht ze dan op? Op de sterren? Oh, daar zijn we wel een kerstboom. Nee, okay. Zullen we een kijkje nemen? Laten we een kijkje nemen. Je kan toch niet fout gaan? Oh, hij staat... Oh, er staat er iemand. Een professorvrouw. 960 hartjes. 960 hartjes! Maar er staat iemand, nog iemand anders hier. Nog iemand? Kijk, hiervoor. Oh, bij die kerstboom. Oh. Oh, ze komt nou zo weg. Wat moeten we doen? We hadden even een technisch mankementje, maar ik ben er weer. Ik ben weer in de server, babe. Yes. Gaan we naar de vrouw toe. Ik Let's zie twee namen. Out. Dit is heel verwarrend. Wat gaat zij doen? Hallo, mevrouw. Mevrouw. Hartjes. Oh, hartjes. Huh? Komen wel lief. Oh, wow. Shit, cookies doen pijn. Cookies doen pijn. Oké, okay, wegwezen hier. Wegwezen hier. Eet. Wacht. Oh my god. Waarom gooit ze cookies op ons? Ik kan echt niet pvp'en. Jawel, babe, je kan dit. Oh. Oké, ik heb een appeltje genomen. Oké, goed zo. Oh, oké, ik ga niet spammen. Nee, niet spammen. Oh, ze zit op mij. Ik spam wel. Waarom zit ze op mij? Ik heb een hit. Gekke vrouw. Oh, shit, dit is moeilijk. Oh, ik doe aan fitness. Ik mag al deze cookies niet. Oh, shit, man. Ik ga echt neer. Ik ga neer. Babe, help mij. Ja, ik ben aan het hitten. Oh, shit. Oh, ik ben ook bijna neer. Snel. Nee, babe. Oh, nee. Oh, my god, baby. Oh, nee. Hoe ging je neer? Ja, die chick. Die gooit allemaal cookies. Oh, my god. Je bent natuurlijk lactose intolerant. Nee. Nee, het is extra hard. Oké, ik hou er bezig. Ik kom eraan. A few moments later. Oké, je bent er weer. Let's freaking go. Oké. Let's go, babe. Ik heb mijn spulletjes weer aangetrokken. Goed zo. Ik weet nog niet of deze dingen exploderen. Wat doet nou damage van haar? Wat zijn haar aanvallen? Want je hebt die hartjes. Ja, die doet damage. En de koekjes doen damage. Ja. Oh, ik doe wel echt veel damage op haar, hè. Wow, 601. Ga neer. Kunnen we elkaar hitten? Ja, dus pas op. Okay. Goed blijven eten. Zorg dat je helft vol, vol is. Oké, ja. En wacht, ze doet telkens die hartjesaanval. Die moet je laten gebeuren. Dan doe je twee aanvallen en weer weg. Oh, ze doet pijn met die cookies. Oh, nee. Ja, die cookies die exploderen. Ah. Oh, jee. Oké, even regenen. Ja, ik ook. Eten. Ah, die cookies zijn gewoon een soort van bommetjes of zo. Ja. Oh, au, zo, de knetter, er kwam een cookie op mijn hoofd. Met extra chocola. Extra chocola. Oké, ik ga er hitten. Yo. Bam! Bam, 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 bam. Bam! Oeh. Oh, wegwezen. Au. Oh. Deze damage. Oké, nog een keer. Oké,
Oh. Let's go. Ik ben bang. Waarom is zij zo moeilijk? Zoveel levens. Oké. Zoveel damage. Oh jee, 3 hartjes. Blijf leven, baby. Ga weg met je lelijke hoofd, mevrouw. Het is wel eng als zo'n oud vrouwtje. Ja. Oh jee, 2 hartjes. Oké, goed eten. Gezond blijven, appeltje tegen de dorst en houd de dokter weg en dat soort dingen. Auw. Oké. Hoeveel hartje heb jij nog? Oh, ze hit me zelfs nu. What? She crazy old lady. Lelijkert. Ze heeft nog 300 hartjes. Oh. We hebben bogen nodig. Oh ja, dat is een goeie. Zo'n infinite boog. Ik krijg geen hartjes meer erbij. Jij wel? Uh-oh. Oh nee, nu weer ik wel. Ik heb niet meer zoveel... Oh ja, ik heb nog die broodjes die jij had. Wow, ze hit me gewoon door de muur. Oh jee. Ik regen echt nauwelijks hartjes. Uh-oh. Ik heb nu 3,5. Wat is dit? 4, 5... Ik ga maar weer een golden apple nemen. Oh, die heb ik helaas niet. 300 levens. Oké, ik heb bijna weer genoeg hartjes om te komen. Dan gaan we dat pakken. Come on. Ah, ze doet zoveel damage. Oké. Oh, 200. 198. Oh, nee. Niet doodgaan, babe. Nee. Niet doodgaan, babe. 196, 170, 160, 150, 140. Okay, ik kom eraan. Oh, ik moet eten. Ik moet eten. Oh, ik ook. Regen! We zijn er bijna, babe. Ja. Oh my god, ik heb nog nooit... Kant goed. Pas op. Die hartjes die achtervolgen je gewoon. Ja. Waardoor je gewoon... Ze is helemaal gelijk. Oké. Jij kom eerst. Op. 100. Zo. Oh, ik heb maar 1 hartje. Oh, weg. Hartje. Oh. 66. 55. 33. Kom op, babe. Kom helpen. Oh. Heb je er? Oh. Jezus. Dat was wel een bevalling. Oh. Wat een werk. Oh my god. Maar... Waar is het pasje? Ik zie geen pasje. Professorsvrouw, lappas. Right ja, here. Hem? Ik heb hem. Oh, nice. We hebben een lappas. Yes, maar ik heb het idee dat als wij dit al lastig vonden, dan wat wij in dat lab gaan tegenkomen. Ah. Ik denk echt dat we moeten gaan enchanten en we moeten zorgen dat we een regen hebben op ons chest. En oh my god. Oké. Dit was echt dramatisch. Ik ben zo slecht in PvP. Ja, we moeten gewoon echt betere gear zien te krijgen, denk ik. Dan moeten we ook misschien een full diamond pakje hebben. Yes. En misschien ook iets van bommetjes op de boog, zeg maar. Hoe noem je dat ook weer? Ja, explosive. Of flame explosive, kunnen we erop doen. We hadden nu helemaal geen boog, trouwens. Nee. Oh. Maar we hebben wel het freaking pasje. Yeah. En daarmee kunnen wij dan het lab binnen gaan. Awesome, guys. Wij gaan, ik denk, nog niet de volgende aflevering het lab in. Ik denk dat we eerst nog even wat gear moeten verzamelen. Maar daarna gaan wij kijken wat professor Gekio allemaal in zijn lab heeft. En of we daar iets kunnen vinden om de kerstman mee te redden. En deze kerst te gaan redden. Is dat een goed plan? Yes. Dat is een goed plan. Hopelijk vonden jullie deze video leuk. Smash dan even de duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. En zet het belletje aan. Want dan krijg je altijd een update van onze nieuwe video's. Want er komen er 2 per dag, jongen. Zo rollen wij. Vergeet ook niet de Dodo merchandise te halen. Volgens mij heeft Maisha nu iets aan. Van Dodo. Yeah, ik heb de donkerblauwe hoodie aan. Maar die is uitverkocht. Yes, dus de zwarte V en de zwarte Dodo zijn er nog. Het gaat heel snel. Wil jij iets halen voor kerst? Zorg dat je het snel scoort. En wij zien jullie morgenochtend om 7 uur weer bij een nieuwe video. Tot morgen, mensen! Doei doei! Ciao!